Dan leerlingen die een stunt uithalen vlak voor hun eindexamen. Nou, dat kennen we inmiddels wel. Maar dat de docenten dat doen, dat is toch wel opvallend. Op het Tessenderland in Breda gaan ze dat ook doen. En verslaggever Merel Leeuw is erbij. Nou, wat gaat er gebeuren, Merel? Nou, er gaat van alles gebeuren en de docenten zijn nu alvast aan het opwarmen. Ze zijn nog even aan het inzingen, want ze gaan dadelijk voor het echt om 8:50 gaan ze voor het echt zingen. En ik ga eventjes langzaam richting de docenten lopen om toch eens even te vragen wat ze inderdaad nu precies aan het doen zijn. Bianca, wat gaan we vandaag doen? Er gaat hier een omgekeerde examenstunt plaatsvinden voor onze VMBO-leerlingen. Want we vinden het vervelend dat er zoveel aandacht altijd is voor het HAVO en het VWO. Dus wij zeiden, nou moet het VMBO in het zonnetje gezet worden. En jullie hebben iets ingestudeerd. Hoe zijn jullie op het soort YMCA gekomen? Ja, Samia, ik geef jou graag het woord. Nou ja, het is een catchy nummer. En YMCA staat precies voor VMBO. Dus het klonk lekker en daar zijn we verder op gaan fantaseren samen met onze collega Jasmin van Holt. Want wat gaat er allemaal precies gebeuren vandaag? De leerlingen die weten van niks. Die denken dat ze naar school komen voor een onverwachte onderwijsinspectie van de praktijkleding volgende week. Dus dat is hartstikke spannend. De afdeling heeft het een beetje aangedikt. Van zorg dat je er netjes uitziet. Het wordt echt gecontroleerd. Dus die zijn zich nu aan het omkleden. As we speak. Zometeen dan worden ze één voor één. Per klas worden ze hier in de aula verwacht. En dan wordt de onderwijsinspecteur aangekondigd door onze afdelingsleider Frans van der Plas. En dat is dan eigenlijk een act. Dus die komt de leerlingen een beetje op de hak nemen. Er komt een oud leerling van die nu een kledingzaak heeft. Die komt zijn succesverhaal vertellen. Het LAX komt langs, Landelijk Actiecomité voor Scholieren. Die komt iets vertellen over klachten tijdens het examen. En onze wethouder Mirjam Haag, die komt langs. En die zal de leerlingen een hart onder het riem steken. Dan denken jullie dat ze erin gaan trappen? Dat is natuurlijk wel heel erg spannend. We hebben in ieder geval van de mentoren te horen gekregen dat ze het echt heel spannend vinden. Dat ze heel zenuwachtig zijn. Dus ja, ik ben benieuwd. We zijn echt heel erg benieuwd. Want is er hier normaal ieder jaar gewoon ook vanuit de leerlingen een examenstunt? Nee, dat is er helaas niet. Nee. Dus jullie dachten, we moeten toch een keer meegaan met de trend? Ja, absoluut. En daarom deze omgekeerde examenstunt. Maar denken jullie dat het gaat helpen om ze toch van dat ze zelf ook een stunt gaan doen? Wellicht wel. Ze hebben vaak wel een idee, maar soms ontbreekt het een beetje aan een idee van hoe gaan we dat opstarten. Ik hoop dat dit de eerste aanzet is elk jaar om een traditie van te maken. Dus elk jaar een examenstunt. En als zij het niet doen, dan doen wij het wel. Ja. Maar zijn er geen grenzen? Want straks bedenken ze ineens van nou, we gaan alles onderkliederen en alles vol met slijm spuiten en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel een beetje de angst. Hè? Maar het gaat er nu gewoon echt vandaag om dat wij de VMBO-leerlingen in het zonnetje willen zetten en dat er aandacht komt voor het VMBO-examen. En het liefst zouden we willen dat dat ook echt landelijk opgepikt wordt. Dat gewoon alle VMBO-leerlingen in het zonnetje worden gezet. Nou, alle VMBO-leerlingen in het zonnetje. Ze gaan om 9:00 hier beginnen. Dus we gaan dus eventjes kijken wat er allemaal precies gaat gebeuren en hoe het uitpakt. Komen wij straks bij jou terug. En het is toch nog best wel een redelijk brave eindexamenstunt. Het is niet dat ze de tent afbreken en inderdaad vol met slijm gooien.